Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sense Knol en ik ben hier samen met... Hallo, ik Spijkerbroek. Nee, met Marvin. Spijkerbroek. We hebben echt weer lekker geslapen. Ja. Ik werd alleen even om 5:30 werd ik wakker, tot 6:00. Ging ik heel even op mijn telefoon. Ik had een hele erge nachtmerrie. Ik dacht, dit vind ik niet fijn. Even afleiding op de telefoon. Ja. En toen om 6:00 viel ik in slaap. Maar jij werd ook wakker. Jij zei, schatje. Ja, omdat je op je telefoon ging. Ja, ik zei, ja, sorry, je hebt nachtmerrie gehad. Ik ga zo weer slapen. Ja. Goed. In ieder geval, laatste dag dat we hier in het noorden zijn bij de ouders van Maiwen. Even een beetje wakker worden. We hebben echt heerlijk geslapen hier zo. Dus dat was echt super fijn. Shout-out naar de ouders van Maiwen. Die heb ik ook al heel erg bedankt. Maiwen ook met cadeautjes. Dus dat was echt heel erg fijn. Dus nu gaan we eventjes de spulletjes opruimen. En weer even de auto inladen. Doei paashaas. We even afspreken dat je je gaat gedragen hier. Hè? Lief zijn voor het treintje. Zo. Hoppakee. Schoppen onder de kont. Doeg treintje. Ja, doeg hè. Nu hebben we je moeder gedag gezegd. Gaan we nog even je vader gedag zeggen. Die is bij Koopse Autoschade aan het werk. In Borgen. Nou, Marvin die weet als geen ander hoe het koffiezetapparaat werkt. Dus die wilde heel graag eventjes een koffietje maken. Dus als het goed is, komt ze dat straks brengen. En we zijn nu eventjes boven hier. En dit hier zo heb ik wel een keertje eerder gezien. Maar dat was na sluitingstijd. Maar nu op dit moment is Twan aan het werk. Dus die is aan het werk met echt een brute auto. Met een super dikke... met een super dikke Audi RS6. Ja, gruwelijk. Ja, als je hier bijvoorbeeld een meeting zou hebben. Dan zou je dus gewoon uitzicht hebben op de... Mooi! Dan zou je uitzicht hebben hier op de garage waar ze dan bezig zijn. En dit is dan de ene gedeelte. Aan de andere kant hebben ze ook nog schade of autoschadeherstel. Maar wel super dik. Het is wel mooi geworden dit. Ja, mooi hè? Ja, het is echt super mooi geworden. Hier is hem met logo. Ja, het is echt super dik geworden. Nou, daar is Marvin bezig hoor. Kijk dan, even lekker met het kwastje. Schoonmaak zo, thee. Dat doe je super netjes, ja. Ik vind het echt leuk, hoe grote. Wij hebben natuurlijk echt zo'n enkele. Ja, dit is echt een luxe, ja. En dit is echt zo'n barista dingetje. Zo dames en heren, dat was gezellig om hier nog even een kopje koffie te drinken en even op de zaak te kijken van de vader van Marvin. Het waait een beetje hard. Maar we gaan er vandoor. Let's go. We gaan nog even naar opa en oma en mama. Dit is de auto trouwens van mijn schoonvader. Super mooie, dikke Panamera 4S. Niet normaal. En dan de kleur. Het is echt bijna hetzelfde. Of misschien is hij hetzelfde. Ik denk dat het klein stukje scheelt. Hoppakee. Hebben we eventjes bij de bakker wat lekkers gehad. Voor ons onderweg al. Zo, die is heel heet. Lekker hoor. Kom maar. Kijk uit hè. Je gaat je hand branden, hè? Nee, hoor. Lekker. Frikandellenbroodje. Boom. Lekker, hoor. Dat hebben we al een tijdje niet gehad. En we hebben heel veel lekkers meegenomen voor oma en opa en mama. Allemaal lekkere taartjes weer. En ook heel veel groenten. Dat is ook wel even belangrijk. Hele zak vol met groenten. Hele zak vol met groenten. Dus gaan we even langs brengen. En deze lekker in het vuistje eten. Oh. Mevrouw, stapt u maar in. Laat u die hand los. Je wou hem zelf dicht doen, hè? Dat mag helemaal niet. Niet doen. Pas op voor je benen. Bijna 210.000 kilometer, dames en heren. Op dit moment 209.977. En omdat we dus vandaag weer richting huis gaan, gaan we dat sowieso wel redden. Maar we gaan eerst... Het was trouwens heel erg fijn eventjes bij opa en oma. En mama die was er ook nog. Even lekker gebakje gegeten, alweer, verwennerij. En we hebben allemaal fruit in de koelkast gezet voor oma. En ook al gesneden fruit kan je zo makkelijk met vorkje lekker je fruitjes eten. Precies. Dus dat hebben we super, super goed gedaan. En ik kreeg een berichtje dat er hier in Assen bij de motorzaak, dat daar een hele bijzondere motor staat. En of ik die misschien eventjes wilde komen bekijken. Dus ik dacht, dat lijkt me wel interessant. Dus voordat we naar huis gaan, gaan we heel eventjes nog langs de motorzaak. En gaan we even die motor bewonderen. Ik ben echt benieuwd. Ik heb hem nog nooit in het echt gezien. En hij is ook wel een beetje bijzonder. Dus laten we daar even heen gaan. Let's go. Let's go. Volgens mij wachtte iemand totdat ik de deur open doe. Nou, kom maar hoor, koningin. Je liep alweer weg. Ja, ik liep weg. Jij wilde dat eigenlijk niet, maar... Waarom doe je dat dan niet meer? Schatje, kom maar.
Moest ook even een hand uitreiken naar je? Nee. En zo die wil in één keer afgelopen dagen alles stillen. Ik mag niks mezelf doen. Ja. En nu dacht ik, nou, nu loopt hij mooi weg. Ik dacht, film even, kijk hoe lang het duurt. Ja, nou ja, Marion die heeft steeds vaker af en toe even wat last van de rug of wat dan ook. Maar ja, dat komt omdat Marion ook best wel eigenwijs is en heel veel tilt. Dus ik wil niet dat ze tilt, maar ze vraagt nooit om hulp. Nee, maar ik ben niet, zeg maar, ik kan dat allemaal nog. Het is niet zo dat ik dat... Ja, maar dat wordt natuurlijk wel minder en dat moet je gewoon accepteren. Ja, maar als ik het niet meer kan tillen, dan vraag ik het wel. Of als je de deur voor me moet overdoen, dan vraag ik het. Ja, maar als je het niet vraagt en uiteindelijk heb je last, dan voel ik alsof ik tekort heb gekomen. Nee, dat is nu toch mijn schuld. Dan krijg ik een schuldgevoel. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus, nou, ik zie hem al. Echt niet? Echt wel. Echt waar? Ja. Waar dan? Oh ja, ik zie hem ook. Oh, er staan helemaal lintjes omheen ook. Prachtig. Nou, gaan we even kijken. Daar gaan we. Boom, daar staat hij inderdaad. Dames en heren, dit is hem. De Lamborghini Ducati. Check eens eventjes. Wat een beast, hé. Holy moly. Die happers daar. Ja, echt bizar, hè. De Lamborghini Ducati. Helemaal met carbon ook overal. Dikke velgen. Ja, kijk hoe dat eruit ziet. Die uitlaat hier ook van Akrapovic. Ja, dit is wel een... dat stuurtje ook. Super sportief. Zo, dit ziet er wel dik uit, hoor. Jeetje mina. Mim, mim. Vind je die kleur groen niet zo mooi? Het is wel een bijzonder exemplaar, hoor. Ja, dat wel. Nog nooit eerder gezien. Mag niet aanraken. Oh, shit. Serieus? Nee, mag alleen niet opzitten. Oh ja, ja, dat staat hier inderdaad, ja. Nou, oh, hij is ook al verkocht zaten. Jij ook, hè? Die achterkant, dat hele kontje zo. Vind ik altijd zo mooi, als je dan hier zo heel veel ruimte over hebt aan de achterkant. Ja. Kijk, die punt, dat ziet er toch gruwelijk uit. Want het ding moet ook echt bloedsnel zijn, dat kan niet anders. Kijk hier, hoe sick is dat eigenlijk? Dat Lamborghini gewoon een samenwerking heeft met Ducati. En dit is dan nummer 533 van de 630. 630? Waarom 630? Omdat dit een Ducati 63 is. Ah. Volgens mij is dat het model iets van Ducati 63. En daarom hebben ze de 630 van laten maken. Volgens mij was dat het. Ja, dus dat is deze motor. Ja, dik hoor. Echt heel dik. Gruwelijk. Het klinkt een beetje gek. Voor mij in ieder geval, als ik zo die motor hoor, dat is de koppeling. Dat schijnt normaal te zijn. En dat heeft te maken met dat dit een andere koppeling is dan normaal. Omdat je het hier helemaal zo ziet zitten. En dat heet dan een droogkoppeling. Dus die hoor je dan heel erg als die aanstaat. En als je hem dan in zijn versnelling zet en je gaat rijden, dan hoor je dat weer minder. Maar bij het stationair lopen hoor je dat wel heel erg. Maar het bijzondere vind ik, als je deze motor zo ziet. Zo, in deze staat, met die happers en alles. Dus je ziet deze motor zo en je gaat daarna kijken naar deze motor, wat eigenlijk dezelfde motor is, dan wel een paar jaartjes ouder, maar ook hier zie je die happers en zo. Dan zie je hoeveel ze wel niet hebben veranderd en hebben aangepast aan die motor. Dat is echt wel een mega groot verschil. Ja, het is echt een bruut ding. Die groene kleur, zei Marion ook, is wel echt een bijzondere groene kleur. Dat zie je niet zo snel, maar ja, het ziet er wel vet uit. Het is wel echt heel erg dik. Hier STO, ja, gruwelijke motor. Gewoon een Lamborghini Ducati. Dat is wel echt heel vet hoor. Heel erg vet om deze motor eventjes zo te zien, dames en heren. Wat vinden jullie van deze motor? Laat het weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Misschien hebben jullie dit ooit voorbij zien komen op het internet. Dat Lamborghini een samenwerking aanging met Ducati. Maar misschien ook niet. Dan zie je hem nu voor het eerst. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Laat het vooral weten in de reacties. Nou, dan gaan we er weer vandoor, dames en heren. Ja. Dus, de Lamborghini Ducati. Ciao, ciao. Dikke motor. Vet om even gezien te hebben. En dat in het Assen, dames en heren. In het prachtige mooie Assen. Of nou ja, een beetje shit weer nu. Dit is ook geen motor weer, maar dat komt weer aan, dames en heren, binnenkort. Jing, jing. Jing, jing. Jing, jing. Jij wel meer alleen dit jaar dan samen? Ja, het liefst natuurlijk samen, maar ja, hè, met de kleine. We moeten maar allemaal kijken hoe het gaat. Het is allemaal nieuw voor ons. Als het mooi weer begint te worden, dan wil jij wel rijden. Maar ik denk niet dat het heel makkelijk gaat dan. Nee, dan moeten we maar even zien hoe dat allemaal gaat. Ja.
Jongen. Doe maar, schatje. Bedankt. Zo, daar gaan we. Op naar huis. En dan heeft Mayon hem net opgegeten. Maar ik, dames en heren, heb nog wat lekkers voor onderweg. Kijk eens even. Oh, wat is het ook alweer? Puddingbroodje. Oh ja, puddingbroodje. Lekker. Zo, daar zijn we weer, dames en heren. Hoppakee. En dan ga ik jullie ook eventjes meenemen naar de studio toe. Want daar hebben ze lekker gestuukt. En we gaan jullie eventjes meenemen naar de babykamer. Want ze hebben niet stilgezeten hier. Nee, daar ben ik ook benieuwd naar. Want de babykamer die is ook even aangepast. Dus laten we daar meteen eventjes gaan kijken. Ja. Spannend. Ja, dit is perfect. Wauw, dit ziet er mooi uit. Dit is echt perfect. Heel erg nice. Kijk, mooie grote ramen ook hoor. Ja, nu kan het lekker open. Lekker hoe fijn is dat? Ja, ze moet alleen dit nog eventjes bijwerken. Daarboven, ja. Dat is een stuk uit. Ja. Zoals je kan zien. Maar dat gingen ze nog fixen. Daar komen ze dinsdag voor terug, dus dat is top. Maar dit ziet er echt heel erg mooi uit. Dit is echt perfect. Ah, en hier aan de zijkant zie je dat ook, ja. Ja. Maar dat wordt nog gefixt, er zit nu een gat in, zeg maar. En als het goed is, kunnen ze om. Juist. Echt nice. En dan heb je hier van die dingen voor het rooster. Oh ja. Kun je die open en dicht doen. Oh, met touwtje. Als je die omhoog doet, dan is die open en naar beneden dicht. Mooi. Heel erg nice. Ja, weet je wat ik nu zit te bedenken? We hadden hier van die jaloezieën, van die plantjes zeg maar. Maar nu kunnen we mooie gordijnen hier laten plaatsen. Klopt. Op een mooie rails. Ja, dan heb je ook meer sfeer. Ja, dat is echt mooi. Wow, ik vind het echt mooi. Lekker schatje. Ja. Echt heel nice. Ja. Heel fijn. Lekker thuiskomen zo. Echt. Hebben we ook niks van meegekregen de afgelopen dagen. Nee. Maar heel erg fijn. Oké, nou laten we ook even meteen bij het bijgebouwtje van de studio gaan kijken. Daar gaan we. Laten we even checken. Hoppakee. Hoppakaas. Het is in één keer een heel ander gezicht zo. Ja. Heel fijn. Het is stukken door geweest. Het ziet er echt goed uit. Wow, dit is nu ook helemaal gelijk zo. Oh, inderdaad ja. Ja. Helemaal nat hier. Oeh. Dus we moeten nu even lekker drogen. Ja. Er zitten allemaal natte plekken. Hier ook. Ja. Maar dat het nu gelijk gesmeerd is zo, dat ziet er super mooi uit. Ziet er echt vet uit. Echt clean. Wow, en dan de installateur. Alles afronden. Die had wel heel veel dingen aangelegd. Dus ik denk dat het dan de laatste puntjes op de i is. En de schilder natuurlijk. Ja, als het goed is, komt volgende week meteen al de elektricien. Ja. Volgende week donderdag geloof ik. Ja. Dus dan meteen dit soort dingen maken. Dit soort elektriciteitspuntjes, die lampen. Lampjes. En dan dat even mooi afwerken. Ja, de kast is besteld, dus die zal ook wel ergens de komende weken gemaakt worden hier. Ja, super nice. Oh, deze is af hoor, voordat de kleine er is. Ja, dat is wel echt heel erg fijn. Dat is echt top. Heel erg blij mee, dan het toilet erin. Ja. Top. Wow, nu zie je ook dit hè. Dat kon je eerst eigenlijk nog niet heel duidelijk zien wat dan de bedoeling daarvan was. Ja, maar nu heb je zo'n mooi richteltje. Ja. Ja, dat is perfect. Lekker hoor. Toppie. Een stapje verder. Ja. Wij hebben heerlijk eventjes wat eten opgehaald, namelijk een wokje. Dus dat hebben we hier voor ons met wat kroephoek, maar wel de kroephoek die jij mag hebben. Ja, cassave. 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 Dat zijn dus aardappelkroephoeks of zo. Cassave is een soort van knolachtig iets volgens mij. En dat vind je lekker hè? Ja, dat vind ik wel lekker. Oh, dat vind je lekker. Dus ik heb lekker veel satésaus, altijd een extra bakje erbij. Allebei een lekker kassetje. Loempia's. En we gaan de Flash kijken, die hebben we gewoon nog nooit gezien. Is ook niet een hele oude film of zo uit 2023, maar ja, die kon je voor 3 euro op Pathé thuis kopen. Dus we dachten, oké, die gaan we niet laten glippen. Dus we gaan even een mooi filmpje kijken met z'n tweeën. Deze hebben we al voor de helft bij je ouders gekeken. Nou, jij viel in slaap. Oké, bijna de helft. Dus die gaan we nu even lekker afkijken. Ja. Oké, dames en heren. Het is tijd om lekker te gaan slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En morgen gaan we chillen met nog een andere zwangere vrouw. Mm-hmm. En een vriend van mij. Dus dat wordt heel erg gezellig. Tot morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette. Peace.